bij een nieuw filmpje. Vandaag gaan we een balspel doen. Wat je hierbij nodig hebt is A4 papier. Ik heb nu even gekleurd papier gepakt, maar je kan natuurlijk ook gewoon thuis wit papier pakken. En ballen. Ik heb hier natuurlijk gewoon allemaal verschillende maten qua ballen. Maar thuis moet je maar gewoon even kijken bij het speelgoed wat voor bal je thuis hebt liggen. Wat je doet is je pakt een A4 papiertje. En die vouw je als het ware een beetje dubbel. En dan plak je het zo met tape op de grond. Waardoor je een soort bruggetje krijgt. Dan krijg je genoeg ruimte daaronder om er een bal doorheen te rollen. Je pakt een balletje en je rolt hem door de poortjes heen. Door de verschillende poortjes. Het is best lastig. Wat je ook nog kan doen is de poortjes naast elkaar nog veel langer maken, een moeilijker parcours, waardoor je dus het lastiger wordt om de balletjes er doorheen te rollen. Wat ook leuk is, is om er met een zwarte stift cijfers op te schrijven, waardoor je punten moet gaan verzamelen. En wie dan op het einde de meeste punten heeft, die heeft gewonnen. Heel veel plezier met oefenen. Doeg!